Welkom bij deze aflevering van Rationaal TV. Het is vis, vis en nog meer vis. Niet alleen maar om over te praten, maar ook om te kijken hoe we de lekkerste bereidingen kunnen doen. Dat gaat René natuurlijk voor ons doen in de keuken. Dat doe je vandaag samen met Wil. Wil van Merkenstein van Smit Zeevis. Welkom hier ook aan tafel. Het wordt een aflevering, zoals ik al zeg. Smaakt naar meer vis. Ik zei het net al, Wil bij mij aan tafel, de gast van Smit Zeevis. Ja, eigenlijk, ik zag jou aankomen met heerlijke kratten vol. Ik snap niet waarom jullie nog bij mij aan tafel zitten. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Gaan we doen, René. Tot zo. Tot zo. We gaan vandaag een Fruit de Mer maken. En als er iemand is die mij wat kan vertellen over Fruit de Mer, dan ben jij het wel, Wil. Nou, het is toevallig mijn favoriet, een van mijn favoriete gerechten, maar toch wel bij far in deze tijd uitstekend de tijd voor Fruit de Mer gerechten, oftewel de vruchten van de zee. Ja, wat hebben we hier voor ons? Nou, we hebben bij ons op dit moment de mosselen, hangcultuur. We hebben een, ik noem steeds Zeeuwse kreeft, oftewel de Oosterschelde kreeft. Ja, zo ken ik hem ook, ja. Maar we hebben natuurlijk heel veel kreeft in Zeeland zitten, in alle gebieden, de Veertse Meer, de Gevelingen. Een Canadese kreeft. Vongole Verazzi uit Italië, heel mooi, ook wel met een mooi warm gerecht, als een spaghetti. Coquilles en Jacques, oftewel de kammosselen, ook wel genoemd. En onze gepelde, ja, trots Hollandse granaties, ongepelde Hollandse granaties. De langoustines uit Zeeland, scheermessen uit Kampenland. Oh. Die Sea Farm, een speciale manier van vissen op deze schelpjes. Is best wel een beetje moeilijk product voor de leek. Oké, gaan we zo mee aan de gang. En we hebben nog oesters. Ja, ik heb onze trots van een biologische oester, maar joh, als daar in het water ligt, wordt daar gekweekt. Platte Zeeuwse, 5-0. Ja. En ik heb de Méthode Fine Claire vanuit Île-Noir-Moutier. Dat is bij Île-de-Ré-Oléron. Dat is een eilandje wat steeds overspoelt. Mooie aardappelen overigens vandaan. En dit is een Franse creuse. Veel mensen zeggen het van joh, Fine de Claire. Ik zeg, het is de Méthode Fine Claire. En door algen en mineralen wordt dat beest een smaak bepaald. Oké, nou, daar gaan we mee aan de slag. Daar gaan we mee aan de gang. Nou, we hebben de kreeft dus bereid. Maar Wil, weet jij nou nog welke is? Ja, dat is heel duidelijk te zien. Hè? Dit is onze Vulgaris uit Canada. Ja. En dit is de Gammarus uit Europa, of uit de Oosterschelde. Ja. Dit is een wat donkere variant. De buik. Even wat meer witte stippen. En dit is ook wel kenmerkend voor echt. Het blauwe is weg, hè? Het blauwe is absoluut. Is compleet weg. Dat hebben we ook met die metallic blauwe gehad. Die wordt deze kleur. Maar net als wij hebben niet allemaal dezelfde kleur. Dus dat kan onderling nog wel eens een beetje verschillen. Ook tussen de Canadese kreeft en de Oostschelde. We gaan hem uit elkaar halen. Ik haal altijd eerst allebei de scharen eraf. Dus die draai ik in contra eraf. Dan heb ik die in ieder geval eraf. Deze leggen we nog even aan de kant. Het belangrijkste in die scharen, er zitten baleinen in. Die zitten hierin. En eigenlijk is het een beetje heen en weer wiebelen. Twee keer breken. En dan haal je zo de baleinen eruit. Want dat kan je namelijk niet opeten. Dat stukje nog wel. Dus die bewaren we. En bij deze kant net zo. Deze is wat taaier. Want hij heeft natuurlijk een knijpschaar, ja, en een snijschaar. Deze is veel krachtiger om dicht te gaan. Want hier, ja, hij knijpt hier de schelpen mee kapot natuurlijk. Ja. En ook zijn collega kreeft. Okay. Beetje wiebelen en dan hebben we de baleinen eruit. En dan gaan we hem verder openmaken. Ik snij altijd het elleboogje eraf, want daar kan je niet veel meer mee. En ik draai hem op slot, zodat het elleboogje vast zit. En dan kan ik precies met een scherp mes de zijkant eraf snijden. Ja, perfect. Zet ik hem onder druk, duw ik alleen maar en heb ik het elleboogje. Die kan ik straks met een theelepeltje uitpeuteren. En dan hebben we de schaar. Eén keer een tik, draaien en dan heb ik de schaar open. Hij is goed vol. Hij is heel goed vol. Kijk eens, wat een prachtige schaar. En aan deze kant hebben we dan een vet. Mooi, hè? Ontzettend vet. Het elleboogje. Zo even met een koffielepeltje eruit halen. Kan ook met een fondue voortje. Ja. Dat je geen kreeftengereedschap. Andere schaar hetzelfde. Zet ik hem alleen even andersom. En dan draai ik hem aan deze kant. Zijkantje eraf. Open. Nou is dit die Canadees, hè? Maar ja. Dat is een heel apart verhaal. Heel lang geleden, rond 1700 in Amerika en Canada,
gebruikten de Indianen de kreeften als mest op het land. Ze hoefden niet te vangen, want ze konden scheppen vanuit, omdat er zoveel was. Yeah. En de gevangenen in Noord-Amerika die waren aan het klagen dat ze elke dag kreeft eten kregen. Zoveel kreeft was er rond 1700. Het is ook nooit goed, hè? Als je nou ziet wat het kost. Ja. Maar ja, het is ook natuurlijk wel een leuke tijd, hè? Want waarom is een product kostbaar? Ja, je moet je toch voorstellen dat dit zijn toch beestjes van rond de 500 gram. Ja, dan zijn ze toch een jaar of 8 oud al gauw. En als je een kreeft van een kilo hebt, dan kan die makkelijk 15 jaar oud gaan. 15 jaar ja, oud? Deze die kan 90 jaar worden, ja deze niet meer, maar normaal gesproken in het wild. En de Zeeuwse kreeft, die Europese kreeft, die wordt een jaar of 70. Zo. Dan zijn ze wel zo hoor. Maar, dan, ja, maar zijn ze dan nog lekker? Nee, je moet je voorstellen dat die schalen die zijn meer dan een centimeter dik voordat je daar temperatuur in krijgt. Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, nou, ik geef mij maar de grootste die je hebt. Ja. Maar ik vind kreeft tot een kilo voor mij persoonlijk, vind ik het max. De max, ja. Ik haal ondertussen even de schaartjes leeg. Draai hem altijd eraf. Een hele mooie garing ook, hè. Mooi, hè. Rustig gekookt. Darmkanaaltje eruit. Nou vind ik persoonlijk de staart altijd lekkerder als de schaar. Ik vind deze het lekkerste. Nou, dat is goed. Kunnen we mooi verdelen. Ja. Ja, dan heb jij meer. Mag jij die ander. We hebben natuurlijk nog die kop over. Ja. Wat ik eigenlijk altijd deed bij mij in het restaurant, is ik haal hem altijd eventjes open. En dan haalde ik met een mesje de kieuwen eruit. Ja, die zijn absoluut oneetbaar. Ja, en die zijn ook een beetje bitter. Maar ik heb ze wel eens zien kauwen op die dingen. Ja? Ja. Duurt wel lang voordat ze ze weer binnen hadden. Maar... Kijk, en dan deed ik ze eigenlijk zo allemaal weer terug. Bewaarde ik ze in de vriezer totdat ik genoeg had. En dan maakte ik van deze koppen maakte ik een biefstuk. Maar als je die kop eraf haalt, dan zit er aan de binnenkant heel mooi vet waar je een kreeftenboter van kan maken. Dan mag jij mij weer laten zien. En dit is ook lekker. Kijk, wat hier zit, daar kan je best een kreeftenboter van maken. Dit kan je gewoon dan door een boter heen draaien? Je kan het zelfs eten. Nou, dan ga ik het doen ook. Smakelijk. Dat is niet vies? Nee. Nee. Maar kijk, je kan het vet een beetje zien zitten hier. Zo. En dat zijn we die oosterschelde kreeft. Ik denk dat die nog vetter is. Dit is echt vet waar je een boter van kan maken. Top. No waste. No waste. Alles gebruiken. Deze gaan we verder verwerken tot onze Frudemer. Onderdeel van onze Frudemer. De coquille Saint-Jacques, oftewel de shellschelp. Ja, een van mijn favorieten toch wel. Er is heel veel verschil. Er wordt ook mantelschelp genoemd vanwege... Het verhaal uit de Bijbel met de heilige Jacob. Tegenwoordig is het backpacken. Het wordt nog steeds gebruikt om mee te nemen op de reis naar Santiago de Compostela. Oké. Okay. En daar gaan duizenden mensen per jaar nog die wandeling naartoe maken. Maar er is verschil. We hebben uit Frankrijk, Erquy, de hoofdplaats van de coquille uit Frankrijk. Daar wordt gevist van oktober tot mei. Dus eind mei sluit het seizoen. Mm-hmm. Mocht je dan coquilles vissen, dan ben je voor het leven je permit kwijt, je vergunning. Want je moet namelijk al vissen al 100 jaar op je coquille in Frankrijk, elk jaar in juli weer opnieuw vergunning aanvragen. Oké. Vergeet het er maar. Deze hand gedoken uit Noorwegen, bij Trondheim vandaan, die worden door duikers van de bodem afgeplukt. En het heel apart is dat je ziet hier die openingen. Dat zijn die straalpijpen. En daardoor kan die eigenlijk aan zijn belagen ontsnappen door te gaan klapperen. Komt daar water uit en dan zwemt hij deze kant op. Ja, en dan valt hij weer door het gewicht, want hij houdt niet zo lang vol. Ja, want hij is wel sterk. Dat hij merk je ook net met het openmaken. Zodra je mes ertussen zet, voel je hem weer dicht trekken. Zelfs een kleine platte oester heeft een trekkracht van 325 kilo op een vierkante centimeter. Ja. En nou heb ik hem open, hè? Ja. Maar dan zit er van alles zit erin. Ja, en dat is eigenlijk het ook wel lekker. Je eet dat niet als zijnde gebakken, maar je kan van de kieuwen en ook van het korei, of wat, zeg maar de kuit, kun je een fantastische saus maken. Maar je alleen wel dit galletje er wel afhalen, want als dat kapot gaat, dan is die weg. Deze hier. Ja, dat is niet handig. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is ik zet mijn duim op de coquille, ik ga met mijn andere duim er onderlangs. Ja. En dan kan ik zo in één keer eigenlijk de hele... Ja, ik zou wel. Ik wou bijna zeggen de hele zooi eruit halen. Ja. Maar alles eruit halen. Ja, kijk, je ziet dat hij beweegt, hè? En dan hou ik mooi de coquille over. Ja, echt een heel mooi product. Een mooie een blanke pit, zeggen ze wel eens, maar is ook wel zo. Alleen dit stukje, kijk, er zijn ook koks die doen het met een lepel. Als ze er nog in zit, halen ze dat eruit. Ja. Maar ik vind dat je dan toch veel verlies hebt.
Vaak blijft er aan de bodem wat zitten, of hier blijft wat zitten, of hier blijft wat zitten. Maar ik vind het thuis om het zo leuk te presenteren, op een contactgril, kruisje erop maken, even sissen, ja. Stap je erop. Deze gaan we heel even spoelen en dan gaan we hem even inderdaad, wat jij zegt, op de contactgril even kort sissen. Ik kan ze ook heel rauw eten. Hè? Ja, top. Volgende onderdeel van onze Frudemer, de langoustine, oftewel de nieroogkreeft. Ja, een heel aparte naam. Het is een kreeftje wat leeft in zandgangen. Het wordt gevangen met zowel netten als met kooien. En wat we hier hebben liggen, deze komen overigens uit Zweden, die is een mannetje en een vrouwtje. Een mannetje en een vrouwtje? Ja, het is een minuscuul verschil met langoustines. Met kreeften zie je het wat sneller zien. Maar ja, wij mannen zijn natuurlijk nogmaals weer slank natuurlijk. Dus dit slanke lijfje is van die man. En het vrouwtje heeft wat bredere heupen. Dan zie je, het is minuscuul, het verschil, maar ze is net een fractie breder. En die schoepen van die staarten, die lopen bij het vrouwtje rond. Ja, yeah. Wat leuk. En er kan er niks gebeuren, ook niet als ze leven op deze manier, want ze kunnen zich pas voortplanten op het moment, zowel de krabben als de kreeften, als ze aan het verschalen zijn. En dat doen ze weer een paar keer per jaar. Okay. Maar een waanzinnig lekker beestje. Maar ook dit is al best wel een kreeftje op leeftijd. Want als je een kreeftje hebt van langoustine die zo groot is, dan moet je gauw rekenen dat die 35 jaar oud is. Zo. Hè? Waarom is een product kostbaar? Ja, daardoor. Het heeft gewoon tijd nodig om te groeien. Het moet groeien. En kweken is zo goed als onmogelijk. Want die tijdspannen voor je arbeidsloon, kosten en dergelijke is te groot om dat te kweken. Ja, deze ga ik even doormidden snijden allebei. Want die gaan we eventjes ook over de gil heen halen. Net als de koekjes. Nou, vind ik wel leuk dat je hem nou opensnijdt. Dan zie je het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje wat er uit het vrouwtje komt aan de bovenkant. Ja. Yeah. Dat is premature kuit. Dat is nu groen. Ja. Yeah. Zodra dat het proces wat verder gaat, wordt dat oranje. Want dan zie je dit kanaal gaat het uiteindelijk naar buiten toe. Blijft het onder die staart zitten. Dat vinden mensen heel vervelend. Ook met vrouwtjeskreeft hebben we dat wel. Dan wordt dat licht gekookt. Dit is nu rauw. Maar dan is dat groen. En dat ziet er niet uit, zeggen ze. Maar het is eigenlijk wel heel lekker. En het is het voorbode van de baby's. Alleen die worden het niet meer. Wist ik ook niet. Deze haal ik wel even uit. Even daarop. Darmkanaal is nooit smakelijk. Ook met garnalen niet. Hè? Nee. En de rest kan ik dus eigenlijk gewoon laten zitten? Ja, kun je hem eens laten zitten. Er zijn mensen die spoelen dat. Ik vind het toch een beetje zonde, want het geeft allemaal smaak. Maar je ziet dat het bij het maagje bij de man heel anders is. Premature kuit. Ja, dat moeten nog eitjes worden. En die worden dan oranje van binnen. En naarmate ze naar buiten komen zijn ze zwart. En dat is bij kreeft eigenlijk hetzelfde. En ook bij krabben, die torto, die betonste krabben of Noordzeekrabben, exact hetzelfde. We hebben twee verschillende oesterfamilies, want er zijn er in wezen maar twee wereldwijd. We hebben de Finiclaires. De Finiclaires, maar dat is eigenlijk de methode Finiclaires. Want een Finiclaire op zich bestaat niet, maar het is het kweken volgens de methode Finiclaires. Het is een Franse kreuze, ooit als de Nederlandse kreuze is geïmporteerd rond 1400 vanuit Japan door de Portugezen. Planten zich enorm snel voort, want een oester heeft een eisprong of zaadsprong, wat we noemen, van 25 miljoen eikens in één keer, maar één keer per jaar. En dat is meestal na april, mei gebeurt dat, dan zijn ze wat ze noemen lateus. De platte zeel is toch wel bij far mijn favoriet, omdat hij heeft een totaal andere bijt, een andere structuur, een beetje metaalachtige smaak, nootachtige smaak zelfs. En we hebben nu 5 nullen bij ons, maar heel veel mensen denken van joh, dat is dan de leeftijd. Dat zou kunnen, kan een toeval zijn, dat kan 5 jaar, kan 6 jaar zijn. Deze is ongeveer 3 jaar oud, weten we. Maar deze kunnen wel 5-6 jaar oud zijn, maar die 5 nullen staan voor het feit, dat gaat met gewichten. In Frankrijk wordt gekalibreerd, zoals ze dat netjes noemen. En wij hebben een 5-0 oester en die moet wegen tussen de 80 en de 90 gram. Heb je 4 nullen, is die van 70 tot 80 gram. Een 6 nullen en daarboven 90 tot, noem maar op, want ik heb platte Zeeuwse oesters gehad, die wogen 175 gram per stuk. Fantastisch mooi product, want dan kun je plakjes van snijden, kun je een aantal gerechtjes van maken. Maar dat blijft dan een 6 nullen? Dat blijft een 6 nullen. Dat gaat nooit meer naar 7 nullen toe, maar dat wordt dan een 6 nullen plus of een dubbel nul, dat soort dingen. Als je in Frankrijk de maatvoering hebt, dan hebben we hier een nummertje 3. Als je nummer 5 zou hebben, ten opzichte van deze 5, dan zijn ze in Frankrijk kleiner. Dus die gaan de andere kant op. Die gaan omgedraaid. Die gaan omgedraaid. Dus als je een 5 hebt, dit is dan een 3'tje, een 4 wordt al kleiner en een 5 is nog kleiner. En daar is de 1 weer het groot. Daar is de 1 weer het groot, ja. Oké. Maar dat gaat op gewicht in Frankrijk. Deze oester heeft een kweken
ruim 59 keer in zijn handen gehad ten opzichte van de platte zeeuw. Worden gekweekt op tafels en deels deze in zoutputten bij het Noir Museum, omdat dat een hele mooie schone bodem is. Maar die zakken waar ze in liggen, die moeten om de 3 maanden gekeerd worden en geklopt worden met een eikhouten paal, dat ze loskomen van die zak. Want die schelp blijft groeien. En op een gegeven moment gaat dat door dat plastic zakje heen groeien. Dat zijn en zit die vast. Gaast, en zit die vast. Krijg je hem nooit meer zo mooi in de schelp. Plus het feit dat ze moeten ook een beetje mooi geborsteld eruit worden. Kijk. In de Zeeland, de Zeeuwse kreuzes, die liggen op de bodem van de Oosterschelde. Ja, daar zit dan zeewier op, daar zit van alles nog wat op. Polypen. En dat moet er afgehaald worden. En in Frankrijk heb je dat wat minder, doordat ze of van tafels gekweekt worden, of op een hele mooie zoutbodem. En de methode Finclair is eigenlijk de methode. Als mensen me vragen, heb jij Finclair? Zeg ik een beetje, ja, niet echt, maar ik heb wel Franse oesters. Het is de methode Finclair en de methode Champagne. Oké, cool. Maar Claire is een put en fin is het affineren of het mesten van een oester. Meer niet. Het is geen. Het mesten van de oester in de put. In de put. Ja, fine Claire. Nou, we hebben de Fruit de Mer dus nu voorbereid, alle koude gedeelten. Nu gaan we de warme items bereiden. Dus we hebben de scheermessen, wat mosselen, wat vongolen en die oesters opengemaakt. Klein beetje hoisinsaus. Die gaan we even kort stomen. Dat doen we in onze iCombi Pro. Kijk, doen we even mooi kort stomen. 5 minuutjes. Terwijl we aan het stomen zijn, gaan we in onze andere iCombi Pro gaan we grillen. We hebben de langoustine, de coquille en de oesters met een klein beetje Hollandaise saus. En wat is nou mooi? We hebben een mooi uitschuifbaar rooster. Dus daar kan ik mooi die coquilles op leggen. En je hoort hem al, hij is goed voorverwarmd. Langoustine is erop. Die schuiven we weer netjes terug. En dan hebben we dus de oesters, een klein beetje Hollandaise saus. Schuiven we erin. En die doen we eventjes 2 minuutjes grillen. De iCombi Pro roept, onze schaaldiertjes, schelpdiertjes zijn mooi gestoomd. Kijk. De oesters à la Namke met een beetje hoisin. Oh. Het is jammer dat jullie ze niet kunnen ruiken. De scheermesjes. En de mosselen met de vongolen. De iCombi Pro roept. De gegrilde oesters zijn klaar. Ze zijn lekker gegratineerd. Die gaan we er mooi bij doen. Ik heb een klein beetje Hollandaise saus. Zo over die oesters gedaan. Over zowel de platte als dus de kreuze oesters. Hollandaise saus. En dan eventjes 2 minuutjes even lekker gratineren. En daarbij komen dus ook die gegrilde coquilles. Kijk eens. Dat ziet er lekker uit. Hetzelfde geldt voor de langoustines. Leg ik zo lekker speels ertussen. En zo bouw ik dus eigenlijk in een hele korte tijd een hele mooie plateau Fruit de Mer Royale op. Kijk, dan komen de gestoomde oesters erbij met een beetje hoisin. Dan hebben we de onderste plateau lekker vol met oesters. Dan komt de andere daar bovenop. En die gaan we mooi vullen met die gestoomde scheermesjes. Dan hebben we die lekkere vongolen in een mooie schelp. En als laatste Zeeuwse hangcultuurmosselen erbij. En zo hebben we onze plateau Fruit de Mer Royale. Ja, we hebben alweer ingedekt voor het volgende. Volgens mij moeten we verder ook wat meer ruimte gaan maken. René, want iets met heel royaal komt hier op tafel. Ja. Jij weet er alles van. Jullie hebben dat samen bereid. Kun je me kort nog eventjes toelichten? Waar zal ik mee beginnen? Laten we dat. Je begint normaliter bij een voorgerechtje. Dat zijn in dit geval de oesters. Uh-huh. En we hebben twee
verschillende oesters meegenomen, waar ook maar twee families van bestaan. Zowel de platte uit Zeeland en van Normandie hebben we de Normandie moet ik zeggen, sorry, de kreuzers uit Bretagne. Nou. En daar begin je mee. En daarna ga je van naar boven lopen. En we hebben een prachtig assortiment. Ja, het ziet er ook echt prachtig uit. Laten we niet langer kletsen, maar vooral eventjes proberen. Dat hebben ze ook gegratineerd, hè? Wat we al gegeten hebben, voelt het bijna alsof we je al kennen. Maar dat is nog niet helemaal waar, Wil. Ik wil graag nog eventjes van jou weten, hè, de achtergrond van Smit Zevers, maar ook een stukje van jou. Kun je me daar wat over vertellen? Nou, Smit Zevers is een bedrijf in Rotterdam wat meer dan 100 jaar bestaat. Mm-hmm. We hebben in 2015-16 besloten dat we gestart zijn met oma in 1916. Ja. Maar dat is puur het feit dat we dan 100 jaar bestaan konden vieren. Want we weten van interne info dat het wel eerder was begonnen. Kijk. En opa zat bij de brede politie. En Hans Smit, een van de zonen, één zoon, ze hadden twee dochters. Die heeft het bedrijf eigenlijk groot gemaakt tot 2000. En de twee eigenaren, Marcel van Breda, begonnen als chauffeur, dus een werkend riem. En Jos van Vuren was stage jongetje voor de boekhouding. Die hebben nu samen het bedrijf Koninklijke Smit Zevers, want dat zijn we sinds 2016. Wat top. Ja, want je vertelde inderdaad 100 jaar al up and running. Ja, Wat maakt, want jij werkt er, hoe lang werk jij er? 32 jaar. Ja, dat is ook. Wat maakt het bedrijf nou zo bijzonder? Het bijzondere is dat je inventief bent en doet wat je belooft. Dat de klant vraagt en dat hij dat ook krijgt. Mm-hmm. En verse vis is bij ons verse vis. Dat is niet een term refresh die uitgevonden is door derden. En kom gewoon na wat je aan de mensen belooft. Ja. En wees eerlijk en gewoon een topproduct leveren. Ja. Je zegt het is ook, het is verse vis. Toch is er in de. En jullie hebben verschillende takken, ook voor de horeca. Dus er zijn wel wat trends ook rondom vis. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, de trends van de laatste tijd vind ik toch wel zelf. Ik heb dus in 1995 een artikel geschreven over de toekomst van vis. En daar heb ik geschreven dat met name tonijnen en zwaardvis nog wel eens heel erg populair zouden worden. Daar had je in die glazen bol, daar had je wat meer mee moeten doen, geloof ik. Ja. Toen de tijd wel, maar dat het nu zo explosief is geworden. Ja. Iedereen, maaltijdverstrekker heeft heel bijna tonijn op de kaart staan. Ja. Maar je moet je wel verantwoord eten. We hebben vandaag fantastisch de eerste bluefin van het seizoen mogen ontvangen van een kleine 300 kilo. Zo. En dat mag maar 2 maanden per jaar gevangen worden. Top, zoals het hoort. Daarna is het seizoen gesloten. Elke bluefin wordt getagd aan zijn kiel. Mm-hmm. Die wordt gevolgd. De tonijnvissers worden gevolgd door satelliet. Ja. En dan krijg je eigenlijk een heel mooi product. En de rest van het jaar kan hij mooi doorzwemmen. Ja, jij zegt dat moet echt uit het seizoen zijn. Is dat ook wat er wat volgens jou zou moeten? Ja, wij vinden seizoenen, daar hangen we heel erg aan. En het heeft te maken, mensen vragen ook wel eens, ik vind het woord duur niet gepast, maar vis is kostbaar. Ja. Maar het heeft te maken met het feit, als ik iemand vraag van hoe oud is nou die kabeljauw? En dan krijg ik als antwoord, 6 maanden. Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Maar een gemiddelde kabeljauw die wij verkopen is tussen de 9 en de 11 jaar oud. Mm-hmm. En een tongetje van een sliptong is 3 jaar oud. En zo kun je nog uren doorgaan. En daar moet je respect voor hebben. En wat wij dan belangrijk vinden, kijk, de klant krijgt wat hij vraagt. Maar we hebben eerst wel even gevraagd van, joh, weet je het zeker dat je het wil hebben? Mm-hmm. Want de vis moet van die danige kwaliteit zijn. Wij kopen de kwaliteit E, staat voor excellent. Dan hebben we een beetje A, dubbel A. Dan zetten wij een streep. Wij moeten minimaal 4-5 dagen houdbaarheid kunnen meegeven met onze verse vis. Ja. En dat is vaak ook het misverstand. Wat is nou echt verse vis? Nou, dat is dus niet diepvries, dat is ook niet ontdooid. Nee. En je zegt, soms is de vis dus helemaal nog niet zo oud. Er zijn genoeg discussies over visvangsten natuurlijk in het nieuws te volgen. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Nou, toevallig, niet dankzij de afgelopen 2 jaar, maar ik ga elk jaar wel mee met proefvissen op de Noordzee. En dan starten we op Scheveningen. En iedere keer ben ik, als ik het zeegat al zie, zeeziek. Ja. Maar ik hou vol. Tot het eind. Dappere strijder. Dappere strijder. En als je dan binnen 1 mijl gaat vissen, wat je dan naar boven vist, dat is eigenlijk wel om te huilen. Dan flipflops van bekende ketens van hamburgers en dergelijke haal je naar boven. Vooral veel rotzooi. Rotzooi en luchtbedden, strandstoelen. En daar zit een verdwaald visje tussen. Maar naarmate je de zee opgaat, wij mogen dan binnen 10 mijl zone mag je dan vissen. Ja, dan zie je toch dat de Noordzee wel een broedkamer is van het product. Want we hebben wel een hele mooie Noordzee met best een goede visstand. Ja.
Je zegt de broedkamer. Ja, dat is de Noordzee. Ja. Dat is natuurlijk prachtig als dat zo vers is. Ja. Daarnaast zit er ook veel kweekvangst. Ja, het is zo dat op dit moment zeker 50% minimaal van het aanvoer in visproductie wereldwijd van kweekvis afkomstig is. Het grootste voorbeeld is bijvoorbeeld gekweekte zalm. Noorwegen en Schotland zijn er enorm groot in, maar ook Chili is een grote producent. Maar die vis sinds 1984 is zo ontwikkeld en ook daar zit heel veel diversiteit en kwaliteit in. Mm-hmm. Je kunt een zalm kopen die een jaar of twee, drie jaar maximaal oud is, of een zalm die tussen de 4 en 6 jaar oud is. Ja. En dan heb je een betere spierstructuur, dus niet alleen vet. Mm-hmm. Want hoe sneller ze groeit, hoe meer vet je krijgt. Daarnaast zijn erbij gekomen de zeebaarsen, de dorades. Het voordeel daarvan is dat je hebt een constante kwaliteit en je prijs is redelijk standvastig. Stabiel. Dat de dollars en dergelijke geen invloed hebben of zelfs die oorlog de laatste tijd heeft invloed op bepaalde dingen. Dat is dan een voordeel. En we hebben vandaag ook een artikel. Kweektuibot, dat is een bedrijf wat er al meer dan 20 jaar mee werkt. In Kampenland. En eigenlijk ging het allemaal massaal naar Spanje en Portugal. Maar nu door personeelsgebrek en kosten van ook wat we moeten betalen als dieseltoeslag op mm-hmm. verse vis. Yeah. We betalen 75 cent per kilo vis voor de dieseltoeslag. Yeah. Dat is geld. Ja, dat is zeker. Dat geloof ik, want het gaat ja. er dan net om. Ja. Een tuin wordt zo'n 10 kilo. Toch, want ik denk dat ik een beetje weet waar je naartoe... Je zegt, dat gaat nu niet meer naar het buitenland. Dat gaan we dus misschien wel in Nederland doen. Is dat dan de ontwikkeling waar je op doelt? Dat het ook wel duurzaam zou zijn als we niet alles naar het buitenland brengen? Nou, duurzaam is sowieso. Maar ook het veel wat we uit het buitenland halen. Wij vliegen dus best wel vis met dure kerosine van over de hele wereld in. Terwijl we om de hoek, hè, als je een product hebt als een zeker Zeels, waar we met z'n allen achter staan, wat uit Zeeland komt, wat om de hoek is, wat een prachtproduct is. En dat is ook deze tarwot uiteindelijk. Ja. Het ontstaan is uit wilde tarwot ook. En als je dat ziet hoe die tarwotkwekerij daarmee werkt. Maar het product had in het begin een probleem. Dat wij verkopen verse vis. En als het binnen staat, gaat het de deur uit. Ja. Het komt niet bij je op om die vis 5 tot 10 dagen te laten staan. Maar dat moet die vis wel hebben om te besterven. Anders kun je hem gewoon niet eten. Zo vers is die vis. Je kunt hem ook niet fileren, je kunt hem niet bakken. En dat is toen de tijd de ondergang geweest voor gekweekte tong. Maar er zijn zoveel soorten vis die gekweekt worden. Het enige wat niet lukt is bijvoorbeeld kreeftachtige. Dat duurt te lang. Ja, dat is niet haalbaar. Ik begrijp, even samenvattend, het zou het mooiste zijn als we allemaal vis eten uit het seizoen. Ja. En dat is geloof ik wat wij vandaag doen. Dus nou, het seizoen is natuurlijk, als je het over vis hebt, met name verse vis, dan is mijn slogan altijd, en dat is van mijn oma, die bijna 100 geworden is met vis. Je eet platvis met de ramen deuren open. Platvis met de ramen en deuren open. En je eet rondvis met de ramen deuren dicht. En rondvis met de ramen en deuren dicht. Nou, als we dat allemaal onthouden, dan komt het goed. Ja, maar je moet niet per se vis willen eten met kuit. Want dit gaat voor de toekomst van de visjes. Hè. Mm-hmm. Sommige vissen kunnen 100 tot 500.000 eitjes in zich hebben, naarmate ze groot zijn. Dat wordt nooit meer een grotere vis. Nee. Dus daar moet je mee omgaan. En we worden ons wel bewust van, we zien het ook wel. Ook koks luisteren naar ons. Vroeger was het wel eens anders. Ja, maar ik ben chef-kok, ik bepaal. Ik weet hoe het zit, ja. Ja, en dat is ook waar wij in kunnen sturen en daar onderscheid je. Je moet ook wel eens nee durven zeggen van, joh, ik lever het liever niet. Ja, want het past nu niet. Het is niet de kwaliteit. De kwaliteit is niet goed. En als je het dan nog wil hebben, prima, maar dan niet zeggen over de kwaliteit. Duidelijke boodschap, Wil. Dankjewel tot zover. In de keuken gaan we nog veel meer van je horen, want volgens mij is het helemaal jouw passie. Dus naast dat het op het bord is, ook nog hier aan tafel. Vis. Wil, je hebt nog wat meegenomen. Ja, ik heb een kweektabot meegenomen. En zeker in deze tijd, met de hoge prijzen van de visserij van brandstof die we extra moeten betalen op tarbot. Dus een kweektarbotje. Daar zijn ze al 20 jaar mee bezig in Kampenland. Firma Seafarm doet dat eigenlijk uitstekend. Het komt nu van de grond. Yeah. En waarom? Verse vis bij ons moet de deur uit. En dat wil je bakken, dat wil je verkopen. Dus dat moet niet. We hebben geen museum, het blijft niet liggen. Maar we zijn erachter gekomen door met topchefs te overleggen en te praten, dat deze vis moet je gewoon minimaal 5 dagen, en liever nog 8 dagen. En Edwin Vinken van Hoofdplaats zegt,
joh, 10 dagen kan ook nog, laten we sterven. Dus niet adellijk worden, maar laten we sterven. Omdat dan de enzymen, het wordt wat losser van structuur. Mm-hmm. Als je hem te rauw eet, dus ook met onze vis van de laatste vangst van de laatste nacht, dan is die vis te vers om te eten. En dat moet je eigenlijk een dag of twee, drie laten liggen. En het is bij die kweektauwen is dat dus nog langer? Nog langer. Als bij een wilde? We zijn erachter gekomen toen de tijd met de tongenkwekerij die we in Nederland hadden, waarom dat eigenlijk een beetje mislukt is. En dat is één van de redenen. Als visboer wil je vis de deur uit. Vers, ja. Vers, weg. Ja. Nou, dan komt hij bij de kok, hey, kan je niet gefileerd, kan je niet gebakken. Nou, toen zijn we er dus filosoferen, heel veel praten met elkaar. En zijn we erachter gekomen, ja, die vis moet gewoon dood, gewoon wat ouder worden. Ja, maar kweekvis, volgens mij laat een vis zich ook niet makkelijk kweken, toch? Nee, maar het is een methode, het is, wat een voordeel is bijvoorbeeld met ten opzichte van een zalmkwekerij, daar heb je heel veel water, heel veel kubieke meters water en volume en hoogte nodig. Deze, ze noemen dat de raceway daar in Kampenland, heb je allemaal hele grote lange bakken waar ze doorheen kunnen zwemmen, mm-hmm. waar stromend water doorheen gaan, Oosterscheldewater natuurlijk. En een platvis, die kunnen een aantal lagen op elkaar en die blijven ook bij elkaar. En daar kun je dus veel meer van opbrengst van hebben op een kleinere oppervlakte. Want ik weet dat ze wel stellingen hebben van 9 van die stellingen achter elkaar van 40 meter waar die tarbot in gekweekt wordt. En hoe lang duurt het nou om zo'n tarbot te kweken? Nou, dit is ongeveer een jaar. Okay. Als je tarbot hebt van een kilo of 4, 5, de moedervissen zaten daar. En die zijn dan rond de 4, 5 jaar oud. Okay. En ik zie dat deze is ingesneden. Ja, dat wordt gedaan ook bij de visserij op zee. Het strippen, zoals we dat noemen. Dan worden de ingewanden verwijderd en het galletje en dergelijke. Leven blijft vaak zitten. Direct eigenlijk naar vangst. Dan kan die vis, als het op elkaar in een kistje gaat, kan dat niet de vis bederven. Het is een mooi product en wat belangrijk is op dit moment, want we doen ontzettend veel kweekbaars tegenwoordig, dat is al heel normaal. De zalm sinds 84 is heel normaal. En dit is eigenlijk een nieuw item. En wat dan fijn is voor een chef, het is allemaal dezelfde maat, constante kwaliteit en een redelijk constante prijs. Maar dat besterven, dat is een stukje wat jullie dan voor je rekening nemen? Ja, dat nemen wij voor ons rekening. Ja, dat is echt, dat is een ramp wel eens. Want dan moet je met 140 man moet je dezelfde kant op kijken van yeah. Ja, maar het moet weg. Nee, het moet niet weg. Je moet afblijven. Laten liggen. Ja. Week laten liggen. Ja, maar dat is niet normaal voor een verse visboer. Okay. Het moet gewoon, En Edwin Winkel is er al met een draai eetkast mee bezig. Heel apart. Om zijn gekweekte tarbot te drinken. Ja, met vis een draai eetkast. Dat komt er niet bij je op. Nee. Gaaf. Leuk product. Nou, we gaan er een mooi gerechtje mee maken. Hartstikke leuk. Ik heb een drietal leuke gerechtjes voorbereid. En ik ga je laten zien hoe makkelijk het is om dat ook weer in het servies mee te geven. Ik heb een rode bieten risotto gemaakt. Het recept kan je terugvinden op mijnrationaal.nl. Die hebben we teruggekoeld en ik heb het bord koud gedresseerd met daarop de rauwe gekweekte tarbot. Daarnaast heb ik de onderdelen van de fruit de mer heb ik gegrild teruggekoeld met wat mini groentes. En ik heb wat, om in het seizoen te blijven, wat Hollandse asperges, wat krieltjes en wat dubbel gedopte tuinbonen. En daar komt een stukje à la minuut gegrilde tarbot op. Nou, de borden met garnituren, in dit geval de gehele gerechten, gaan we in één keer regenereren in onze iCombi Pro. En een stukje tarbot gaan we à la minuut afgrillen, terwijl we in de andere het bord aan het regenereren zijn. Dus ik neem de bordjes mee. Ik heb een iCombi Pro geprogrammeerd op het programma à la carte borden. En ik plaats mijn borden in de iCombi Pro. In dit geval 3 stuks. Ik activeer mijn wekkertje. En dan heb ik 6 minuten de tijd om mijn tarbot te grillen. Nou, mijn tarbot gaat iets sneller. We hebben de tarbot mooi gefileerd. Ik heb mijn tweede iCombi Pro gereed staan met een grillrooster. Ik schuif het grillrooster uit. Kijk eens, je hoort hem al heel mooi sissen. En die ga ik eventjes in een kleine 4 minuutjes afgrillen. Nou, de iCombi Pro heeft geroepen. De borden zijn klaar. De andere roept ook. Dus de tarbot is ook klaar. Kijk. En dan haal ik dus die borden eruit. En dan heb ik mooi mijn gerecht in één keer opgewarmd. Ik heb alle garnituren heb ik voorbereid. Ik heb zelfs al de langoustines voorgegrild. En ik heb de kreeften voorgegrild. En ik kan alles in één keer weer heel mooi regenereren. En wij noemen dat met een nieuwe term finishing. Dus die mooie tarbot uit de oven. En die leg ik zo erop. Kijk toch eens. Een prachtig geelstreepje.
En dan maak ik hem af met een beetje Hollandaise saus. Niet te zuinig, mag lekker een beetje royaal. Klein beetje van die salty fingers en wat seafennel. Lekker in het seizoen. Wat lamsoren, wat zeekraal. En als laatste een klein kleurtje erop. En op die manier heb ik dus heel simpel mijn gerechten klaar. Ja, het zal er wel weer prachtig uitzien. Jij weet natuurlijk wat er geserveerd wordt, heerlijke vis. Maar het zijn drie hele verschillende gerechten. Het is fantastisch. Mooi. Ja? Ja. Wat heb ik op mijn bord? Jij hebt kweektabels met asperges. En ik heb gelukkig kreeft. Ja, en prachtig. Met kokkieën. Ja, ieder wat hij toekomt. En bij jou een heerlijke risotto. Mooi, mooi. Ik zou zeggen bedankt, Wil, voor je aanwezigheid hier. Graag gedaan. Veel geleerd over vis. Veel geleerd over de bereiding natuurlijk ook van jou in onze Rationaal. Dus ik zou jullie willen bedanken voor het kijken weer naar deze aflevering van Rationaal TV. Wil je iets terugkijken of wil je misschien iets meer weten over wat we vandaag hebben besproken? Voor wat René misschien gezegd heeft of over wat Wil heeft uitgelegd? Kijk dan ook nog eventjes op onze website. Dat is rationaal.nl/tv. Voor nu zou ik zeggen aanvallen, heren. En, dan, en proost nog even. Ja, dankjewel.